Goedemorgen, het is vandaag maandag, nieuwe dag. Wij gaan vandaag een auto huren. Nou, die hebben we eigenlijk al gehuurd. We gaan hem ophalen. Dus die moesten ons alweer ophalen, maar we gaan hier met de bus naartoe. En de bus gaat hier om het anderhalf uur. Dus dat is een beetje rot, maar maakt niet uit. Dus wij zijn nu onderweg naar de bus toe. Het komt eraan. Ja, ze rijden hier echt als gek, hè? Dus ik ben blij dat ik niet hoef te rijden. Maar ja, wij gaan dus nu naar de bus toe lopen. En dan gaan we naar, volgens mij is het iets van, weet het nou, La Grotta of zo. En dat blijkt daar dus heel erg mooi te zijn. Dus daar heb ik super veel zin in. En dan gaan we daar gewoon lekker zwemmen. En dan hebben we een auto. Dus dan kunnen we ook gewoon naar andere strandjes toe. Want de eerste dagen hebben we nu gewoon zelf op het strand hier gelegen. En bij het zwembad, dus dan kunnen we nu lekker overal naartoe rijden. We hebben net een uur in de bus gezeten, maar we gaan nu naar de airport toe, omdat daar staat onze auto. Dus daar zijn we naartoe aan het lopen. En het is zo warm. We zijn nu waar we de auto gingen huren. Oh ja, ik heb mijn zonnebril op omdat ik er echt niet uitzie. En de auto is er dus niet, want degene die je moest terugbrengen, die is niet gekomen. Dus nu moeten we wachten en hebben we gratis cola gekregen. Wow. Ja. Dus we moeten nu wachten op de auto en dan kunnen we lekker gaan zwemmen. Ik vind het water. Oké, we zijn uit de auto en we gaan nu hier naar beneden. En kijk hoe mooi het hier is. En we lopen nu met de trap naar beneden en dan gaan we hier zo even kijken of je het goed kan zien. Het is in ieder geval echt heel erg mooi. Echt een chille plek dit. Hier zo. Wij zijn even boodschappen aan het doen. Je hebt hier van die kleine wagentjes. Mega schattig. Nee, ik ga gewoon wel wat we doen, want we hebben een auto. We zijn bijna niet meer bij de hut. We hebben de car. We hebben net lekker hier gegeten. En we gaan nu kaarten. Oh. Yeah, mijn favoriete spel. Echt een Welke dag? Dinsdag. Oké, we gaan zo meteen naar het paleis toe. Het is vandaag echt een beetje rot weer. Heel erg bewolkt en het waait heel erg. Dus wij gaan naar het paleis. Joe. Hij heeft oortjes in, dus hij hoort me echt niet. Oké, wij zitten in de auto. We zijn onderweg naar, Joe, hoe heet dat ook weer? Ik weet het ook niet meer. Achilles of zo. Oh ja, Achilles. En ja. We rijden in onze auto die we hebben gehuurd. Wat voor auto is het ook weer, mam? Een Nissan Note. Oh ja.
Best ruime auto is het. Yes. Prima car. Dit is Corfu op zijn mooist. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. We lopen nu in het museum en als je dus iets ziet, dan moet je het intypen en dan kan je dit luisteren. Very interesting. Gelukkig is mijn woordje echt geen cultuurwaarbaar. Yo, wat vind je ervan? Oké. Okay, het is weer avond. We hebben vandaag in twee startjes gekeken en we hebben bij het zwembad gelegen. Toen heb ik volgens mij niks meer gefilmd als ik naar het zwembad ging. Maar we gaan nu weer lekker uit eten. Dus we hebben ons weer helemaal klaargemaakt. Ik heb een iets te warm iets aan. Maar ja. En dan gaan wij lekker... Waar gingen we eten? Of bij het strand? Queen? Ik weet het eigenlijk ook niet. Queenie. Ik weet het ook niet. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En het is nog best wel vroeg, want wij gaan zo meteen naar Corfu Town, gewoon de stad. Want daar zijn de winkels maar tot 1 uur open. Heel erg raar, en dan gaan ze pas om 6 uur open. Maar wij willen met de auto en dan is het niet zoveel nut om in de avond te gaan rijden. Dat is een beetje gevaarlijk hier. Maar ja, ik heb net brood gehaald, dat ligt hier. En ja, dan gaan we lekker eten. Ik ben nog een beetje moe. Oké. We hebben net 1,5 uur ongeveer gereden om een parkeerplek te zoeken. Maar we staan eindelijk. We zijn nu in Corfu Town. En de winkels gaan we eventjes bekijken. En voor de rest weet ik nog niet wat we gaan doen. Maar wat een gedoe was het hier om de auto te parkeren. Echt niet te doen. Maar we gaan dus nu eventjes winkeltjes kijken. En ik zal gewoon even wat filmen. Ik ga proberen niet te veel geld mee te geven. Ik film. En wij gaan weer beneden wat eten. We zijn vandaag naar Corfu Stad geweest. En ik heb best wel leuke dingetjes gekocht. Ook nieuwe armbandjes. En ja. Daarna zijn we naar het huisje toe gegaan. Hebben we bij het zwembad gelegen. En je hebt twee tassen gekocht. Ja, ik heb twee tassen gekocht. Dezelfde? Niet dezelfde. Ze zijn echt twee verschillende kleuren. Wel dezelfde soort tas. Maar ja. Dus wij gaan nu naar beneden lopen. En dan gaan we daar... Ik schaam me daar echt niet voor, hoor, joh. Wel een beetje ordinair met het rokje erbij. Een beetje ordinair, maar. En dan gaan we even lekker wat eten. Ik weet nog niet wat ik met deze vlog ga doen, want volgens mij is het echt mega saai om naar te kijken. Echt heel saai. En we gaan morgen naar het waterpark. Ja. Met de GoPro. Ja. Kijk, helemaal hier beneden, daar is alle restaurantjes. En ons huisje is daarboven, dus we moeten dat helemaal naar beneden lopen. Nou, naar beneden lopen is niet zo erg, maar naar boven wel.
dit is dus de auto die we hier hebben gehuurd. Een Nissan Note of zo. Wel chille auto. Top. Hier had ik ook een Insta-foto bij gemaakt met die roze muur. Maar ja, je moet eigenlijk gewoon een beetje kijken wat je leuk vindt. Kijk, hier bijvoorbeeld zou je ook al een foto kunnen maken. Of hier zo tussen. Het is gewoon echt een beetje rondkijken wat je er leuk uit vindt zien. Ik heb ook niet echt een speciale dingen daarvoor. Ik doe maar wat.